Yo mensen, tot weer aan deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999. hebben vandaag weer de Leroy Fair Manager career Mode. En we gaan weer verder waar wij de vorige aflevering gebleven waren. De eerste wedstrijden spelen wij nu met Leroy Fair bij Ingolstadt. En we gaan zien wat er met dit elftal gaat worden, want er gaan geen spelers meer bijkomen in deze 12 Er was niks achtergelaten. En ik vind het team zoals het nu staat, en ook wat er nog van de jeugd bij eventueel komt, een mooi team. Dus we gaan zien wat het wordt tot aan de volgende winter transferperiode. periode. Zo gaan we dus nu weer wat wedstrijden krijgen in deze aflevering. Hier maandelijkse scout. Nederlandse scout. Nee, nee, nee. Nee. En ook niet. Dus zijn we daar in ieder geval snel doorheen. En dan hebben we nu de eerste wedstrijd in deze aflevering. De hoogtepunten gaan we spelen. Dat is tot nu toe wel in deze queer mod zo. De hoogtepunten. Behalve als we in de beker ver komen van Duitse voor de Duitse bokaal uh, DFB bokaal, dan gaan we wel die wedstrijden spelen. Maar voor nu, ja, ook omdat het de derde Bundesliga is, gaan we ook gewoon alleen de hoogtepunten doen en snel simuleren als het makkelijke wedstrijden zou gaan kunnen worden. In ieder geval staat hier nog steeds 0 0 Dan gaan we de vrije stap tegen krijgen. Hier de redding van de Doelman, goed gedaan, Waarop is het weer voor Ingolstadt? Weer een aanval voor de tegenpartij. Goed verdedigd hier in ieder geval door Ingo Stats, Kopacz. De Moes met de bal bezit. Goede steekpas klein. Klein wordt van de bal gezet opnieuw zelf. En nu komt opnieuw een aanval in minuut 47, tweede helft ondertussen. Voor D. Komt er een serieuze kans aan voor uh, Ingo Stads. Kan, kan de ploeg er Leroy Verm erin krijgen? Nee, de bal wordt weer weggehaald door de verdediging. Zo blijven we nog steeds. 0-0. Maar er komt weer een aanval. Hier dan misschien. Goede steekpas. Geen buitenspel. Terugdraaien. Schieten. En die bal gaat hoog over. Nu minuut 60 een vrije trap voor Ingo bal wordt gegeven opvangen door uh, de andere ploeg. Nu krijgen wij een vrije trap weer in de 71ste minuut. Klein. Lorenz. De uh, op zoek gaat naar een voorsprong. En die komt er ook. 1-0 in de 71ste minuut. Perfect gedaan. En de voorsprong is er. En daar blijft het ook bij. We winnen met 1-0 deze wedstrijd. En zo gaan we met een goed gevoel door naar de volgende competitie. Matches. Wedstrijden. Kijken wat het allemaal gaat worden. Kijken wat deze wedstrijd gaat worden voor English Stats. Een uitwedstrijd. Eerst die aanval is, er, aanval is in ieder geval voor ons. Venema, krijgt hij de bal? Ja, die krijgt hij. Venema, de moes. Venema en de renning van de doelman. Op het schot van Nick Venema. Nieuwe aanval 18e minuut. Weer hier de aanval voor Ingolstad. Komt de bal er nog goed voor, of niet? Ja, die komt goed voor. En dan gaat hij erin. Dan is het de voorsprong weer voor Ingolstads. Ik weet even niet wie het is, maar er is wel weer een voorsprong. Nu zo vlak voor rust komt er een volgende kans aan. Hier met klein. De verdediger die kwam van Feyenoord. Hier de bal voor Kopetsch. Hier hoort hij goed uit. Hier gaat hij er goed uit. Kan er dan 2-0 worden. Ja, dat wordt het ook. 2-0. De man ook die 1-0 maakte. Schiet nu ook de 2-0 binnen. En dat blijft weer bij. We winnen ook deze wedstrijd weer. Nu met een 2-0 overwinning. Zo winnen we winnen nu twee wedstrijden op rij. En gemakkelijk. Goede wedstrijden. Duis, Duisburg, de volgende. En dan Dortmund. De tweede elftal van Dortmund in ieder geval. Wat gaan we deze wedstrijd doen? Toch ook af en toe snel simuleren. Dat gaan we bij deze niet doen. Deze gaan we de hoogtepunten spelen. We gaan kijken wat het bij deze wedstrijd qua hoogtepunten gaat worden. In ieder geval is het de tegenpartij die de afval mocht nemen. Nu krijgen wij deze aanval. in we 13. Venema. Venema is weggestuurd. Venema. Dan moet hij voor de kans gaan. En het doelpunt. dat doet hij ook 1-0 voor Ingolstadt. En het is mijn Venema. Nick Venema. Voor jou. Ja, in ieder geval Venema. Die ons op een 1-0 voorsprong schiet. En dan komt er al de volgende kans aan. Hier voor Ingolstadt. stats Kopaček Richting de Moes. Goed. Bij Venema. Venema komt er dan een 2-0. Ja, die komt er. 2-0 voor Ingolstadt. Perfect binnengeschoten. Duisburg. Duelsburg. In ieder geval nu met de avond in de vijfde e minuut. Kunnen wij misschien de counter opzetten? Want we hebben de bal goed onderschept. Hier komt er een counter. En ook de 3-0. Ingolstadt is on fire. De ploeg van Lerofair is on fire. Zo so, vlak like verrust komt er een volgende kans aan voor een 4-0. Venema maar weer. Venema maar weer. En de doelpunt alweer voor Ingolstadt. De 4-0. Tussen de tweede helft. Net begonnen is aanval voor uh, Delsburg. Jander. Vrij tap nu voor Ingolstadt. 67e minuut. Collet. Collet. In de muur, bal hier voor Venema en de bal net hoog over. Zeventigste dus minuut nog steeds, 0-4 of 4-0 voor ons. Maar de tegenpartij komt er weer, in ieder geval weer, ze komen met de kans. Maar we hebben de bal goed onderschept nu, zeventigste minuut, dan komt er een kans aan de andere kant. Hier, Venema krijgt de bal, hier dan de kans voor een 5-0 en die is er ook, 5-0. Zo dus eigenlijk, deze was het ook in een duidelijke overwinning voor staats 5-0. En dan wacht nu Dortmund 2. Het tweede helft van Borussia Dortmund. Gaan we deze ook weer aan het afsluiten? Dat zou toch mooi zijn? Op 30 september spelen wij tegen Dortmund. Borussia Dortmund 2. Gaan we die snel simuleren? Deze wedstrijd. Wat gaan we doen? Nee, we gaan de aanvalshoogtepunten spelen. Kijken of dat een keer wat uitmaakt. We gaan het meemaken. Wat gaat deze wedstrijd worden? Tussen Dortmund en FC inloos Klein met het balbezit. Goed. Venema. Venema. Oeja, aanval nu. En de bal dan jammer genoeg net voor de voeten weggehaald. Zal het uh, 2-0-0. 42 minuten nu. De moes. De moes krijgt hij bij een medespeler. Nee, de bal voor de voeten weggehaald. De tweede helft ondertussen begonnen. 5-6. Nu 1-0 achter. Strafschop voor ons. Kunnen we dan een 1-1 binnenschieten? Dat zou toch mooi zijn? Venema met een kans voor een eventuele gelijkmaker. Venema. En die gaat erin. 1-1. En dan eindigt deze wedstrijd in een 1-1 stand. Door strafschop. Benut de strafschop van Venema. Op zich wel tevreden mee dat we hier 1-1 zijn geëindigd. We gaan door naar de volgende. Wedstrijd tegen Vrijburg 2. Twee. De tweede helft van Freiburg. We moet toch snel simuleren ook een keer wat zien te winnen. Zullen we deze dan snel simuleren? Ik ga het proberen. We gaan deze snel simuleren. kijk wat het wordt in deze wedstrijd. Winnen wij 2-1. Let's go top. Kijk, tot nu toe alleen maar wedstrijden gewonnen. Goede wedstrijden voor uh, Ingolstadt. De volgende is nu tegen Munster. Maandelijkse scout. Uh, deze niet, deze ook niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Deze. Ook niet, deze. Ook niet. Geen goede Nederlandse spelers. Jammer nou weer. Jammer, jammer, jammer. Münster. De volgende tegenstander op 21 oktober 2023 in de derde liga in Duitsland. Wat wordt deze wedstrijd? Nu toch wel zien te lukken. Snel simulerend ook. En deze wedstrijd verliezen wij dan met 3-2 snel simulerend. Ai, 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 ai. Dat zag er weer niet aankomen. SC Verl. Verl, Verl. Ja, hoe je het ook mag zeggen, dat is de volgende wedstrijd die eraan komt en uh, we gaan zien wat dat gaat worden en dat gaan we zien in de volgende, niet in de volgende aflevering. Deze gaan we eerst snel simuleren en die winnen wij weer. Kijk, 2-0. Kijken de kijk, deze winnen dan wel weer snel simuleren. Dat is mooi om te zien. Rotwijs. Apart aparte naam. Deze wijzen we af. Um, even kijken hoor, wat reageren op berichtjes. En dan Rotwijs, de volgende club die wij gaan treffen. En dat zien we de volgende aflevering. Dus zeggen bedankt voor het kijken. En uh, Duggettijmoosje de e gedaan. En zeg ik zoals altijd. En zoals nu. Later. Doei doei.